laatste woord aan onze politiek leider, Diederik Samsom. Wow, mensen. Partijgenoten. 4 weken geleden hadden toch weinigen verwacht dat wij hier vanavond zo zouden staan. Maar hier staan wij. En ik zeg u, dit is overweldigend en vervuld van grote dankbaarheid, van dit enorme vertrouwen, heb ik eigenlijk maar 3 woorden voor u. Dank u wel. Velen, zo niet iedereen, hield dit voor onmogelijk. Velen geloofden niet dat Nederland in zo'n korte tijd zou terugkeren naar een politiek die mensen niet naar de mond praat, maar eerlijk vertelt dat moeilijke tijden ook lastige keuzes vergen. En velen hadden niet verwacht dat optimisme zo snel in de plaats zou kunnen komen van het chagrijn van de afgelopen 2 jaar. En velen van ons waren bang dat in deze tijden eigenbelang zou prevaleren boven samen sterker worden. En tegen al diegenen zeg ik, vanavond heeft u gezien, het kan wel. Vanavond zie je dus hoe het wel kan. Dit is wat saamhorigheid, vastberadenheid, optimisme en zelfvertrouwen tot stand kunnen brengen. Want maandenlang maakten wij plannen om Nederland sterker en socialer uit de crisis te halen. Maandenlang voerden wij 100.000 gesprekken op straat, samen met 10.000 vrijwilligers, waardoor het verhaal van de Partij van de Arbeid het verhaal werd van miljoenen Nederlanders. En partijgenoten, dit is niet mijn winst. Dit is jullie winst, zeg ik tegen al die vrijwilligers die de straat op gingen. Met 35 graden boven nul, in de stortregen. Jullie stonden er. Met rozen, met folders, maar vooral met dat luisterende oor. Heel erg bedankt. En dit is ook jullie winst. Zeg ik tegen de beste campagneleider van het Noordelijk Halfrond, Hans Spekman. Maar natuurlijk ook dat geweldige campagneteam en mijn team Samsom, Saar, Simon, Heite, Lianne. Deze campagne had geen succes kunnen worden zonder jullie. En dit is uw winst, zeg ik tegen al die Nederlanders die vandaag in het stemhokje besloten om met ons mee te doen. Al die Nederlanders die net als ik willen dat dit land zijn kracht, zijn onderlinge verbondenheid en zijn optimisme weer terugkrijgt. Deze uitslag laat zien wat Nederland kan. Als we er samen de schouders onder zetten, dit is uw winst. En ik feliciteer natuurlijk ook de andere winnaars van vandaag. Uiteraard de VVD met hun goede resultaat, D66, de nieuwe partij in de Tweede Kamer 50+, en wellicht ook nog de SGP. Gefeliciteerd met jullie winst. En al die partijen en ook de anderen zijn het aan de kiezers verplicht om nu met elkaar samen te gaan werken. Dit land vraagt de komende 5 jaar geen polarisatie, maar verbondenheid. Geen verdeeldheid, maar eenheid.
Dat is wat Nederland nu nodig heeft. En ja, los van de vraag wie er nou precies de grootste partij wordt vanavond, want die vraag is nog niet beantwoord. Los van die vraag zeg ik, Nederland heeft nu zo snel mogelijk een stabiel kabinet nodig. En de Partij van de Arbeid wil daaraan meewerken, zolang de uitslag van vanavond maar vertaald wordt in plannen van dat nieuwe kabinet. En één ding is zeker, dat zal dus niet meer zijn door te gaan op de heilloze weg van de afgelopen 2 jaar. De coalitie met de PVV is namelijk zijn meerderheid kwijt. En het roer kan dus om. We gaan richting een sterker en socialer Nederland. En partijgenoten, vanavond vieren we feest. Vanavond vieren we een prachtig resultaat. Maar vanavond is niet het eindstation. Het is niet het einde van een korte campagne. Het is het begin van een hele lange campagne. Want de weg naar een socialer en sterker Nederland is niet makkelijk. Maar ik kan u dit beloven. Ik zal u altijd eerlijk vertellen welke lastige dilemma's er voor ons liggen. En ik zal altijd trouw blijven aan mijn kompas. Eerlijk delen en vooruitgang mogelijk blijven maken. Ons kompas blijft koersen op dat sterkere en socialere Nederland. Want met onze idealen, met onze overtuigingskracht, met onze ideeën gaan wij daar vanaf morgen iedere dag aan werken. Ik zal er iedere dag voor u zijn. Dank u wel.